Belofte maakt schuld en daarom ga ik met de fiets langs alle vestigingen. Vandaag ga ik samen met Martijn vanuit Boekhorst Oosterwolde naar Boekhorst Hogeveen. Een vestiging met schade, maar vooral specialisatie op truck en trailer. Dus ik kijk er naar uit. Ik ben Daan de Ruiter, vestigingsmanager bij APS Boekhorst Hogeveen. We doen autoschadeherstel en daarnaast de truck en trailer. We hebben een paar grote klanten, racetrailers. Zoals je misschien kan zien achter ons, ik weet niet of je het kan zien op de camera. Ja. Ja. Wij spuiten racetrailers. Daarnaast hebben we nog een touringcarbus gedaan afgelopen jaar. Een flink project was dat wel. En twee vrachtwagens compleet in overzitten in een nieuwe kleur. Ja. Op dit moment lopen we nu met 8 jongens. Personeelstabiliteit. Dat is van, we zijn nu iets langer dan een jaar hier bezig. We begonnen eigenlijk met 2 man, dus echt een compleet nieuw team al moeten bouwen. Dus een hoop jongens zullen in nu een ZZP'ers voorbij zien komen. En nu hebben we wat meer vaste team. En nu zien we dat er wel wat meer productie in zit, zeg maar. Ja, dus, maar we zijn er niet helemaal, daar kan het zeker nog beter. En wat vind je zelf het mooiste van het vak? Plaatwerk. Ja? Gewoon weer strak zien te krijgen, zeg maar. Ja, zo mooi mogelijk uitdeuken. Ja, ook met restyle technieken of gewoon het grotere werk? Ja, restyle heb ik al een cursus gegeven, maar dan, ja. moet je echt liggen. Ja, precies, dat is heel anders, dat weet ik. Ja, ja, dat is niet mijn ding. Nee. Het lukt wel om het te vertellen hoe het moet, ja. Maar om het maar, echt helemaal te doen, dat is niet mijn ding. Liever niet, nee, precies. Maar ik vind dit wel mooie dingen, dit is uniek, want dit doen we weer geen vestigingen. Nee, maar... Dus dit is ook de enige vestiging met zijn grote spuiten. Met de cabine, ja, dat snap ik inderdaad. Maar goed, het is wel gaaf, toch? Ja. Ik vind dat het mooi. We zijn in Groningen geweest natuurlijk. Ja. Nou, daar doen ze weer andere dingen. En in Hogeveen, die is typisch voor de trailers. Mm-hmm. En heeft natuurlijk een speciale spuitcabine, dus dat is mooi. En wat is je specialiteit? Een voorbewerker. Voorbewerker? Ah, ja. Ik ben altijd spuiter ook geweest, maar sinds jaar 4, 5 doe ik alleen maar voorbewerker. Ah, oké. Okay. Ja. Mooi. Ja. Nou, en een picknicktafel voor in de zomer aan te lunchen. Okay. En een scherm. Zonnescherm, denk ik. €1000 die gaan we uitgeven aan de Stichting Leergeld voor Hogeveen. Omdat natuurlijk ook gewoon Hogeveen ook een beetje qua niveau wat lager opgeleid is. En die €1000 zou daarvoor goed geschikt zijn. Om toch wat op hoog pijl te trekken, een beetje, heel klein beetje. 3, 2, 1.